De fractie van een seconde is een voorstelling die valt onder de noemer Educatief Theater. Rudy Klaes, wat is er met jou gebeurd in 2003? Goedemorgen trouwens, want dat is de basis van het theaterstuk. Ja, ja, ja. Uh, ja drie, uh, 4 maart 2003. Ik kwam uh, terug van uh, Disneyland Parijs met uh, mijn gezin. En ik moest met mijn jongste zoon van achter op mijn schoot gaan zitten, want die maakte zich altijd los in zijn zitje. En dat was gevaarlijk. Dus ik zat van achter en uh, het was 11.30 s'avonds, uh, donker. En we reden op het derde rijvak. En we gaan naar het tweede rijvak. En op dat moment komt er iemand van het pompstation richting tweede rijvak gereden. Wij moeten uitwijken, remmen. De auto begint te tollen en we doen een buiteling uh, van de berm van de Autostrade. En we stonden naast de Autostrade terug op ons wielen. Iedereen stapte uit behalve ik, want uh, het dak was ingeslagen boven mijn hoofd. En mijn zevende en achtste en ik stonden bij wijze van spreken achter elkaar. Ja, en dan begint een uh, lang verhaal. 16 maanden revalidatie, dan mocht je terug naar huis. Maar dan, ja, Rudy als een ander mens, hè? Ja, totaal ander. Um, um, uh, uh, een andere mens misschien niet, maar. Ja, je zet je job kwijt, uh, je kunt niet meer mountainbiken. Ik speel Wat deed dus... jij vroeger? Ik was psychiatrisch verpleegkundige. Okay. En ik ging eigenlijk de zorg bij mensen thuis uh, thuiszorg gaan doen. Dus dat was eigenlijk uh, ja, een heel zelfstandige job. Uh, dus ja, je zit je job kwijt, uh, je kunt niet meer mountainbiken, je kunt niet meer het spelen. Je, uh, ja, je hebt ineens een, een hele grote toekomst die een open ligt, maar... Niemand vult die voor u in. Want je bent volledig verlamd. Ja. Ik ben, uh, ja, ben eigenlijk aan de vier ledenmaat verlamd. Ik kan mijn armen wel buigen, maar ik kan ze niet strekken. En mijn polsen kan ik eigenlijk zo als niet gebruiken. Mm. Dus ja, dat is uh, totaal ander leven. Je hangt volledig afhankelijk van andere mensen. Voor te wassen, te strijken, te koken. Dat is wel allemaal handig dat dat gedaan wordt. <laughs> uh, ik kan nu zelfstandig eten, maar het moet allemaal mooi klaargezet worden. Ja. Het is altijd afhankelijk van andere mensen. Ja. Nu, Stef, jij komt beroepsmatig, want jij werkt op de spoedafdeling Plot, van een ziekenhuis. Ja. Regelmatig mensen, zoals Rudy tegen. Maar ja. hoe was het voor jou om Rudy te ontmoeten? Ja, dat, was, dat was voor mij, zelfs als hulpverlener, uh, confronterend, want we kennen allemaal wel eens iemand in een rolstoel die we zien passeren aan de overkant van de straat. En dan kijk je wel eens naar, er wordt altijd nagekeken. En nu zat ik ineens recht over face-to-face -face bij, bij Rudy. En ja, op spoed zijn we, altijd, zijn we altijd heel blij als wij een slachtoffer hebben afgeleverd op, op, op een spoed met bloeddruk en pols. Want dan, dan hebben wij onze job goed gedaan. Hè, want ze leven nog. gered, ja. gered. Um, ja, en nu ineens zeg ik, Rudy, en dan, dan ja, wordt ook geconfronteerd met zijn verhaal. Want wij weten niet van, van, van die 16 maanden revalidatie dat die gezinssituatie er helemaal anders uitziet. Dat hij een volledig nieuw sociaal netwerk moet opbouwen. Daar zijn we allemaal niet mee bezig. Uh, spoed gaat altijd heel snel. Ja. We moeten altijd voort. En hoe zijn jullie dan op het idee gekomen om een voorstelling samen te maken? Wel, wij zaten aan tafel en uh, begonnen we te praten over. Dat was na een lezing, hè? Jullie waren aanlezing. allebei gevraagd ja. als getuige bij een lezing, hè? Ja, wij zaten. Wij zaten te praten en ja, blijkt dat hij ineens drie kinderen heeft, ik heb dat ook ah, is een verpleger, ja, uh, ik ook ja. uh, ik heb straattheater gedaan uh, uh, ik speel bij Accident, ah uh, uh, tof uh, goh, misschien moeten we een keer samen, een keer rond de tafel zitten en misschien onze beide verhalen bundelen en er iets leuks van maken iets leuks? ja dat was eigenlijk de bedoeling. Ja, maar contrasteert het onderwerp niet zo'n beetje met... met uh... Ja, dat lijkt wel natuurlijk. Nu, op het moment dat je zo, zoiets meemaakt, dan is het niet leuk. Hè. Laat ons uh, wel duidelijk zijn. Dan heb ik nu vijf of zeven depressies meegemaakt? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik heb heel diep gezeten. Maar op een bepaald moment moeten voort met je leven. En dan zie je dat je daar ook nog wel iets kunt mee doen. En dat de lach toch nog om de hoek komt kijken. Uh, meer dan de lach, denk ik. Uh, maar dat je daar eigenlijk behoorlijk wel wat mee kunt doen. Ik, ik sta niet meer aan het verhaal van mijn, mijn accident. Ja? Ik ben al 13 jaar verder en dat ligt achter mij. En ik weet dat nog heel goed, maar dat ligt achter mij. En, en ja, ik probeer iets mee. Mijn kader, ik zeg altijd: mijn kader is heel klein geworden. Maar kan ik iets met dat kader nog doen? En, en dan, dan zie je dat je er eigenlijk nog. Ja, die er wat kunt mee doen. Ja. En dat je dan iemand tegenkomt als Stef die er ook in gelooft van uh, we gaan een theaterstuk maken. Ja. En een theaterstuk met een boodschap vooral. Voor, voor jongeren, een, een kwetsbaar publiek eigenlijk. Jongeren vanaf 16 jaar. Waarom kiezen jullie van, voor die leeftijd op? Dat, dat zijn de mensen die ja, meer actief worden in het verkeer. Hè. Dat zijn mensen die met een brommer beginnen te rijden. Dat zijn 16, 17-jarige meisjes die al een lief hebben die met een auto... He, kan rijden, dus ja, de keuze maken van, rij ik mee als mijn vriend gedronken heeft, ja of nee, dat zit uh, duidelijk in het verhaal, omdat we vinden dat ja, verkeer is vanzelfsprekend. He, je wordt daarmee geboren. Je zit drie dagen oud en met de maxicosi word je in de auto gezet en je wordt dan naar huis gebracht. Dus van baby af zit je in, in, in een voertuig en, en, en word je er al mee in betrokken. Dus het wordt een vanzelfsprekendheid, een, 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 een vals veilig gevoel eigenlijk. Verkeer is niet veilig. Of, nee, en jij ziet het elke dag eigenlijk. Ik zie je het toch wel vaak, ja. Rudy, jij staat daar heel open, heel kwetsbaar op het podium voor een publiek. Nu, voor buitenstanders is het sowieso al moeilijk om in te schatten hoe je vaak met een, uh, iemand met een beperking moet omgaan. Hoe is dat bij jou? Want jullie hebben ook nabesprekingen en zo. Mm. Is er dan meer schroom of net niet? Of wat gebeurde er um, dan? Op het moment dat ik op het podium kom, dan wordt het heel stil. Dat is altijd... Uh, en dan beginnen we er eigenlijk grapjes over te maken. En dan zegt hij, op een bepaald moment zegt hij van... Oh, duwt het tegen mijn benen en dan zegt hij... Ah, hij is verlamd. En dan ziet het publiek uh, echt stil worden. En weten eigenlijk niet meer hoe dat ze moeten reageren. En na dat duur uh, of na de voorstelling, dan zie je dat je, Dat men veel minder die rolstoel ziet, maar meer de, meer de persoon. Mm -hmm. En op het moment dat ik opkom, dan ja, ziet men meer die rolstoel dan, dan de persoon. En dat maak je waarschijnlijk dagelijks mee? Dat maak ik dagelijks mee. Bij, vorige week heb ik het nog meegemaakt dat er... Uh, ik was met een vriend op stap. En uh, ja, ik was ergens in een zak. En ik was gewoon op manoeuvreren, benauwd over iemand zijn teen aan het rijden. <laughs> dat iemand zei van... Uh, Mag ik er iets tegen zeggen? <laughs> uh, alsof dat ik niks hoor. of uh, yeah. ja, Sommige mensen denken dat ik een talenbeperking heb of dat ik niet kan praten. Uh, mm. Ja, maar mensen hebben me heel veel schrik om te kwetsen. Mm -hmm. En dat kwetst nu juist helemaal als je dat, dat gaat voorkomen. Terwijl, vraag het gewoon. En als ik niet kan praten, dan zult je het wel ja. horen natuurlijk. Uh, maar er is. Uh, maar dat is altijd heel moeilijk van hoe omgaan met, met mensen met een rolstoel. Dat ik merk dat dat heel moeilijk is. Ja, Stef, jullie gaan vaker op stap natuurlijk. Hè? niet alleen naar theater. Merk jij dat ook als jullie samen. Op ja, stap, dat is, we, we spelen er ook wel een stukje mee. Het, het, het komt, het, wij, wij komen aan op een CC. En dan uh, kijk ik zo eens naar Rudy en dan zeg ik van, zeg, uh, ga jij ook nog iets doen? Uh, uitlaaien of zo? Of ga je blijven zitten? En dan zien die mensen, uh, wat zeggen die nu? Die dat... ja, fictieus een lauwe mensen. Dus uh, ja. dat wordt, wij, wij, wij kunnen er wel mee omgaan. maar Het zijn is, is schrijnende dingen soms. Hè? Als je weet dat er soms vijf briefjes van vijf euro op zijn schoot wordt gegooid, zomaar. Och. Ja. Ja. je kunt het als voordeel zien. Hè. Ja, ja, maar, als maar ik kom... ook ja. eens met jou ja dat, toch, ja, dat is toch waanzinnig. Hè. Ja. Ja. Maar het is binnen het is, het is, en het, het is ook niet abnormaal, denk ik. Hè. Als, je, als, wij, als wij samen aankomen, dan komen ze naar mij. Ze geven mij een stevige pol. Hè. En dan gaan ze naar Rudy en dan zie je, zo, zie je dit. Ja, zo'n een een, hand een, die een beetje een schreef. Een spastisch ja. hand dat naar boven gaat en dan ja er zijn heel veel mensen die gewoon wegtrekken in ja? de ja ik moet eerlijk zeggen ik wist het ook niet want heb ik nu de juiste beslissing genomen maar blijkbaar wel hè dus uh, ja, ja, ja. gewoon even geduld het was waarschijnlijk het flauwste handje dat je ooit de tv <laughs> maar het is de juiste beslissing gewoon praat gewoon met met, doe met gewoon, mensen met beperkingen gewoon, gewoon ja. maar ik begrijp het ook al het is niet gewoon en dat, dat maakt het uh, zo, zo, zo dubbel. En we zien ze ook heel weinig in het straatbeeld. Hè. Er komen veel ja. te weinig rolstoelers in het straatbeeld. Zeker met zo'n machine. Uh. ik heb het eens ondervonden. De straten zijn er ook vaak niet voor gemaakt. Hè. Om ja, een rolstoel op straat de omgeving zal nooit goed gemaakt worden. Mm -hmm. uh, voor elke handicap moet de omgeving anders gemaakt worden. Het is altijd een avontuur buiten komen. Dat ja. is echt... Uh, ja. Ja. Nu, maar jullie komen dus nu geregeld buiten met de theatervoorstelling. bedoeling is ook om jongeren en, en volwassenen ook, want iedereen heeft het wel eens op tijd nodig om af en toe eens bij de schouders genomen te worden van hé, hey, waar zijn jullie mee bezig. Uh, om mensen te sensibiliseren om voorzichtig te zijn in het verkeer en ook om keuzes te maken, want je hoeft niet snel te rijden. Of, uh. Uh, nu een tijd geleden trok dokter Boucourt Vlaanderen rond in, in zijn strijd. Tegen de weekend ongevallen. En hij deed dat met heel chockerende beelden uit de praktijk, hè? uit zijn praktijk van de spoedafdelingen. Stef, jij, jij hebt daar je vragen bij. Ja, ik ben, ik ben zelf geboren van in 1975. Dus ik heb, ik heb die, die voorstelling ook gezien. Ja. Uh, ja, het, het effect vond ik uh, dat er heel veel jongeren de zaal uitliepen. Mm -hmm. De, de enkele die bleven zitten, de groot deel bleef wel zitten, maar er werd vooral over gepraat van, goh, heb je dat gezien? Sofieke die is flauwgevallen, aan mij zegt, en Catherine die is uh, beginnen, beginnen wenen, maar mm. die beelden kon ik niet zien. Ja, het, het effect van, van die chockerende beelden was, was het, het thema nadien. Uh, wij proberen net uh, ja, een emotie te geven, een, uh, een gevoel, de jongeren een gevoel uh, te geven door gewoon verhalen te vertellen die heel dicht bij hen staan. Ja. Een spiegel spiegelfoto. Een de spiegel, ja, en we nemen ze mee uh, in, mijn, in mijn hoofd uh, als, als ik een wrak benader. Uh, en, en bij Rudy zijn ja. het net hetzelfde. En ik denk dat uh, mijn vooral is zoiets van: ja, je hoort dat wel op de radio: zwaar gewonden. Nu, je zegt zwaar gewond als je al twee dagen in het ziekenhuis ligt. Uh, maar een deel van die zwaar gewonden blijven wel iets langer liggen. En ja, die gevolgen, dat zie je natuurlijk niet, dat hoor je niet bij die cijfers. Uh, er vallen ongeveer elk eh, vorig jaar 376 doden in Vlaanderen, dat wil zeggen elke dag minimum 1. Um, maar er zijn zoveel slachtoffers en dat is een ongelooflijke financiële kost, maar ook een emotionele mm -hmm. uh, ravage. En dat zien we niet, hè? Dat ziet niemand. En ik ben slachtoffer, maar mijn gezin was helemaal slachtoffer. Uh, mijn, mijn, mijn toenmalige vrouw was slachtoffer. Mijn kinderen. Ja. ja, zijn slachtoffer. Ja. Ja. Wat is het meest beklijvende uit de voorstelling voor jullie, oh. voor jou, Trudy? Er komt een videobeeld in voor en wat mijn vader praat over van ja zijn zoon die een slachtoffer wordt en dan nu ziet van goh, hij kan nog iets en hij kan nog veel en daar de trotsheid daarvan mm -hmm. Maar dat maakt fractie van een seconde niet zo sterk. Het zijn... Het zijn uh, we hebben geen tekst van buiten geleerd. Hè? Het komt allemaal van onszelf. En de jongeren geloven ons ook. Elk woord dat we vertellen, komt van een diepere beleving. Van een, een diepe ervaring. Het is allemaal waar gebeurt ook. Uh, en dat maakt het heel geloofwaardig. En, en daar slagen we dan ook in om, om een, een correcte sensibilisering te doen. Jullie hebben echt het gevoel en het idee... Dat jullie het verschil kunnen maken. Oh, verschil ik voel het nu maken. al. Wij, wij dat hopen is, dat. 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 Dat eerste moment zeker. En ik ben er toch wel vrij zeker van dat sommige mensen daar toch nog wel eens gaan aandenken... als ze een autoaccident zien en mm -hmm. de gevolgen daarvan. En ik dat denk dat geloof ik wel zoiets van: oh, wauw. Dat, ja, ja. dat is toch een serieuze ravage dat daar aangericht wordt. Er zijn toch heel veel mensen bij betrokken. Ja. En ja, dat, dat is. Dat blijft wel hangen. Dat hoor ik toch, of dat lees ik soms in reacties die ik zo achteraf toch nog krijg. Mm. Ja. Het is zo schoon wat jullie doen. Dankjewel. Ja. Daarvoor alleszins. Jullie toeren nog het hele Vlaamse land rond met die voorstelling. Op onze site vind je meer info over waar je die kan gaan zien, hoe je die voorstelling ook kan boeken. Je hebt trouwens nog een cadeautje mee voor ons, mensen die in de buurt van Roeselare... Ja, de, in Roeselare spelen wij zondag om 6 uur de CC De Spil. Uh, dat is een, een voorstelling die wordt georganiseerd door de gouverneur van West-Vlaanderen. Uh -huh. uh, daar komen vooral burgemeesters en directies van scholen op af om, om, om te kijken om naar volgend jaar toe. Uh, en wij kunnen daar vijf uh, duo-tickets Bieden. Voilà, en die gaan we weggeven via onze Facebookpagina van de Madame. Dus iedereen een must, zie Absoluut, Zeker. Absoluut. Goed, Rudy Klaas en Stefan Lee, het gaat jullie goed en heel hartelijk bedankt voor het goede werk dat jullie doen. En bedankt voor de uitnodiging. De Madame met Anja Daams, Katharien van Doorn en Britt van Marsenille.